De regio Rivierenland heeft een uitgangsnotitie geschreven als het gaat om personenvervoer over het spoor. In het verleden werd Tiel en de regio geconfronteerd met veranderingen in dienstregelingen en stond dan vaak voor een voldongen feit. Die is geschreven omdat we het belangrijk vinden dat op het moment dat er veranderingen gaan komen in het spoorwegnet, en in de toekomst gaat er vast iets veranderen, dan moet je daarop voorbereid zijn. En daar bedoel ik mee dat je dan als regio een beeld zou moeten willen hebben van als er iets verandert, hoe kijken wij er dan tegenaan? Wat vinden wij nou belangrijk? Welke verbindingen vinden wij belangrijk? Wat moet er overeind blijven? Hoeveel haltes zou je willen hebben? Hoeveel stationen zou je willen hebben? Wat vind je eigenlijk van de duurzaamheid van de treinen? Wij vinden dus belangrijk is dat het waterstoftreinen zijn of elektrische treinen en dat je van de diesels afgaat. Nou, dat soort dingen, daar gaat het dan over. En wat je wil is meepraten en je eigen ideeën kunnen inbrengen. En je wil dus geen achterhoedegevecht voeren. Je wil volwaardig aan een tafel kunnen zitten. En dat kan je eigenlijk alleen maar doen als je ook met elkaar eens bent. Dus als regio, dus alle gemeentes binnen de regio. Met elkaar eens bent over hoe kijken wij er tegenaan? Wat zouden wij willen? En wat vinden wij dan met z'n allen belangrijk? De dienstregeling van de treinen wordt regelmatig aangepast. Zo is er bijvoorbeeld sprake van een lijn tussen Arnhem en Geldermalsen. Deze lijn zou er kunnen komen bovenop de huidige regeling. Er zijn in de uitgangsnotitie nog meer wensen opgenomen. Nou, het meest ideale scenario is dat we voorwaardig aan een tafel zitten bij ProRail, NS en de provincie en mogelijk andere partijen. Waarbij je ervan uitgaat dat alle verbindingen die er zijn naar Den Bosch, Nijmegen, Arnhem, Utrecht, dat die allemaal in stand blijven. En of er nou een overstap is of niet, dat is een ander verhaal. Maar als er een overstap is, dat die ook prettig is. En dat je ervoor zorgt dat je efficiënte verbindingen tussen die steden hebt. Dus onze lijn hier naar Arnhem, dat die goed loopt. En dat je bijvoorbeeld, dat zou een wensscenario zijn, ook een halte hebt bij Medel. Waar de medewerkers die daar werken kunnen uitstappen en laten we zeggen weer naar huis kunnen gaan. En dat is nu niet mogelijk. En dat is voor heel veel mensen toch een last.